ja, mijn moeder, weet ik nu, is best wel, is ook gewoon van de 420 life, maar dat wist ik toen nog niet. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over cannabis. Oh, was ook niet zo leuk. Maar al mijn eerste keren word ik gewoon paranoia. Maar daarna wordt het altijd heel erg leuk. Maar de eerste keer blowen was met een vriendin. Dus naar de koffieshop gegaan, wiet gekocht. Ik had volgens mij ook letterlijk gegoogeld van wat heb je nodig om een joint te draaien. Wiet, vloe, tip en tabak. Dus dat gehaald. En toen dacht ik, want ik dacht van dat draaien, ja, mensen hebben het over je moet leren draaien. Maar ik dacht gewoon van, nou ja, dat leer je gewoon in een kwartier of zo. Dat was in een weiland de eerste keer met een vriendin van mij. In Schiedam had je zo'n weiland met een bank en dan gingen we altijd zitten. En ging altijd blowen en dat zat vet spannend, want onder het weiland reden altijd mensen en dachten dat onze moeders voorbij kwamen. Waar er wonen iets van 20.000 mensen in Schiedam, dus kleine kans dat dat gebeurde. Maar dat was misschien die spanning, weet je, dat je dacht van, oh, misschien ziet mijn moeder het wel, ja. Hasje en wiet zijn eigenlijk twee producten die komen van dezelfde plant, de vrouwelijke cannabisplant. En als we het over wiet hebben, dan is dat de gedroogde bloem van de plant en hash is samengeperste hars van dus dezelfde plant. Ik weet nog dat de allereerste keer dat ik het deed was op een bankje in een parkje met een vriend. En dat ik op dat bankje zat en dat ik zo aan het draaien was dat ik in mijn hoofd echt zo waf, er vanaf pleurde. Maar, en ik had zo heel stevig dat bankje vast in de hoop dat ik er niet af zou vallen, maar het was zo hard aan het draaien. Maar ik ben wel blijven zitten, ja. Ja, ik waaide niet van het bankje af. Maar in mijn hoofd wel. Dus wij probeerden te draaien, maar het lukte maar niet. YouTube-tutorials erbij, maar het werd gewoon niet zoals in het filmpje. En op een gegeven moment, in het begin deed ik wel sneaky, want ik woonde gewoon bij mijn ouders. Maar op een gegeven moment zaten we zo in focus en geërgerd. En toen kwam mijn moeder binnen. En ze was echt zo, wat zijn jullie aan het doen? En ik zo, ja, we proberen een joint te draaien, want we willen voor de eerste keer blowen, maar het lukt niet. Als je cannabis gebruikt, kun je heel veel verschillende effecten ervaren. En dus je kunt dingen anders gaan voelen, je kunt dingen intenser gaan proeven, meer ook honger krijgen, maar ook dingen lekkerder vinden. Dus dat noemen ze ook wel eens de vreetkick. Je kan bepaalde gedachten kunnen veranderen, dus je kunt bepaalde inzichten krijgen die je misschien zonder die cannabis niet had. Dus het kan eigenlijk allemaal verschillende kanten opgaan en het is ook heel erg afhankelijk van waar je op dat moment bent, hoe je je voelt voordat je die cannabis gebruikt en waar je naar op zoek bent. De eerste keer blowen was op een festival, ik was 14, ik had mijn jointjes mee. Ik dacht, nou, daar gaan we, ik ga helemaal naar een andere dimensie en ik heb de tijd van mijn leven, dacht ik. En ik begon ik rookte ook niet, dus het was al moeilijk om het over mijn longen te krijgen. Maar ik werd hartstikke ziek, misselijk. En ik heb op dat hele festival de hele tijd zo op het gras gelegen met de gedachte van, oh, niet kotsen. En mijn moeder echt zo. Oké, en toen ging zij die joint draaien voor ons. En ik zat echt zo uit, want ja, mijn moeder, weet ik nu, is best wel, is ook gewoon van de 420 life, maar dat wist ik toen nog niet. Formeel gezien is het bezit van welke drugs dan ook strafbaar. Maar in Nederland heb je het gedoogbeleid. En dat betekent dat het bezit tot 5 gram hennep wordt gedoogd. In een koffieshop mag 500 gram hennep liggen, maar meer niet. Het gekke aan het gedoogbeleid is dat het kweken van hennep wel weer strafbaar is. Dus je moet je maar voorstellen, die wiet wordt gekweekt in een kwekerij, dat is strafbaar. Het vervoer naar de koffieshop is dan ook strafbaar. Maar zodra het over de drempel komt bij de koffieshop, mag het dan opeens legaal worden verkocht. Ik snap dat soms niet. Ja, ik ben wel eens een paar keer dat ik bijna flauw viel. Pas nog trouwens. Dat ging ik ook echt slecht. Maar dat komt, ik ben een beetje hypochonder. En toen, ik ben altijd bang dat ik dood ga of dat ik iets heb. Of als ik iets op tv zie, denk ik dat ik het heb. Dat is echt heel kut. En toen ging mijn vriend, die heeft zo'n watch en dan kan je dan je hartslag mee meten. En toen had ik in ruststand, had ik 107. Ja, het is echt formidabel een keer misgegaan op nationale televisie met spuiten slikken. Hey,
Maar dat vond ik niet heel erg. Want in Amsterdam zie je gewoon altijd allemaal toeristen helemaal slecht gaan op het eten van cannabis. En ik denk echt dat daar veel te luchtig over wordt gedaan. En hij werkt in de zorg en toen zei hij ook tegen mij van, nou, daar moet je wel mee oppassen hoor. Moet je wel mee oppassen, dat is niet zo goed. Maar ik was toen ook, ik had gebloot toen. Maar in mijn hoofd maak ik het dan veel erger dan dat het is. Toen zei ik, nou, ik zal op. En toen stond ik op en ik werd helemaal duizelig. En ik zei, ga niet goed. Dat ik dacht, toen dacht ik, nou, ik val nu dus dood neer. Dus ik zei, ga even naar bed. Dan ging ik op bed liggen zo. Hij komt met water aan en na 5 minuten ging het wel weer goed. Het eten van cannabis is gewoon echt heel anders dan het roken. En nou ja, ik ken echt alleen maar verhalen van mensen die slecht gaan op het eten. Met die spacecake shit en dat soort dingen. Het eten van cannabis via spacecake is de meest onverstandige manier om het te gebruiken. Als je eet, duurt het namelijk ongeveer 1 uur, 3 kwartier tot 1 uur, voordat je het effect voelt. En op dat moment kan je niet meer de dosis bepalen. Het zit al in je systeem. De kans op overdosering dat je fout gaat, is namelijk dan erg groot. Ja, ik heb ook om me heen heb ik best wel veel mensen die blowen, maar ik vind het nooit eigenlijk chill om mee te doen. Want ik word er gewoon helemaal niet chiller van. Ik word er gewoon saai van en moe en draaierig. En ik wil naar bed en nee, het is gewoon niet mijn druk. Van hash word ik gewoon wat rustiger en wat chiller. En gewoon lekker filmpje kijken, een beetje kletsen met vrienden, weet je wel dat. Als je nou van jezelf weet dat je gevoelig bent voor het ontwikkelen van een psychose of andere psychische problemen, dan kan het gebruik van cannabis dat juist triggeren. En dat weet je als het bijvoorbeeld in je familie voorkomt of als je al een keer eerder door drugsgebruik of andere omstandigheden een beetje in de war raakte of echt paranoïde werd, dan zou het echt onverstandig zijn om dit soort middelen te gebruiken. Het bezit van hennep boven de 5 gram wordt niet meer gedoogd en dat betekent dat je in principe gewoon strafbaar bent. Je moet dan denken aan een geldboete als je wordt gepakt de eerste keer met een kleine hoeveelheid hennep. Maar als het nou meerdere keren gebeurt en de rechter ziet je voor de zoveelste keer, dan wordt er waarschijnlijk een taakstraf opgelegd.